Ja, leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe vlog alweer vanuit Polen. En we gaan zo meteen even kijken wat voor ontbijt ze hebben. Wat we voor ontbijt kunnen scoren. En dan gaan we daarna gaan we naar het volgende hotel. Want we hebben nog een ander hotel geboekt. Waar een markt is waar je ook vuurwerk kunt kopen. Die is niet zo bekend. En ik hoop dat we daar dan minder gezeik krijgen. Ja, want we gaan zo meteen eerst naar het politiebureau. Want de boete die we hebben gekregen, die hebben we nog niet betaald. En ja, we kunnen heel rebels kunnen we gaan wegrijden nu. En de grens over om het niet te hoeven te betalen, maar ik denk niet dat het werkt. Ze hebben mijn naam, adres, alles. Ik heb ook gewoon eerlijk alles afgegeven. Ze hadden natuurlijk wel mijn rijbewijs officieel niet echt een idee. Dus we zaten wel een beetje over de zeuren. Ja. Maar ja, voor die 26 euro gaan we niet heel erg moeilijk lopen doen. Nee, precies. Ja, maar we gaan eerst even ontbijten. En op het politiebureau denk ik dat we wel echt unieke beelden kunnen schieten. Want hoe we gisteren ook helemaal blij die boete kregen, dat hij helemaal stonden te juichen hier op het terrein. Ik denk, die mensen die hier stonden, die dachten echt van, die zijn gek. Ja. Of heel rijk. Maar dat zijn we niet. We gaan nu naar het ontbijt en ik zie je zo meteen weer. Goed of niet? Ja, goed, ja. Dus, we hebben die Viltse broodje. Kaas, want we zijn Hollanders. Geen eieren, jongen. Ja. Hier, even op. Ja, ik eet geen kaas. Dus, nee, ik eet geen kaas. Nee, man. En jij vindt geen koffie lekker. Nou, moet je zeggen, die koffie heb ik echt wel nodig, man. Met jouw gesnurk. Een roosje. Heb je vrouw gestuurd. Ja, mensen, we gaan zo meteen weer weg. We staan nu bij de auto. We hebben nog die cake staan. Original van Original Fips Box. Die nieuwe cakes natuurlijk van België. Monster. En de pijlen natuurlijk. En zometeen gaan we naar de volgende markt, maar we gaan eerst even naar het politiebureau. We gaan er weer vandoor. We hebben één nacht hier gezeten en we gaan natuurlijk zometeen weer door naar de volgende locatie. We hebben natuurlijk ook geboekt bij een ander hotel, zoals ik net al aangaf. Dus op een andere locatie, ongeveer 2 uurtjes rijden hier vandaan. Wat dieper Polen in. En ik hoop dat het daar, omdat het wat minder toeristisch is, dat het daar... Ja, wat makkelijker is om daar je dingetjes te doen en zo. Daar kan je ook pinnen. Ah, dat komt best wel. Nee, oké, maar waar wilde je pinnen? Maakt niet uit. Ik wou terugrijden naar de markt. Er was een pinautomaat, maar die zegt aan de andere kant bij het politiebureau is ook een pin. Daar betaal je wel echt een goede servicekost hoor. Wow. Nou, aan wisselkoers. Sorry, ik weet precies waar het politiebureau is hier. Hier naar rechts. Ja, de pinautomaat. Ja, die is bij het politiebureau. Oh, dat is makkelijk. Dat is voor al die mensen die aangehouden worden. Ruben, dat kan geen toeval zijn, toch? Dat is ook helemaal nieuw. Die speciaal gebouw voor de vuurwerkfeest die aangehouden worden. Klopt. Nou ja, voor ons makkelijk zat, dus let's go. Aangekomen bij de bank. Ruben staat te pinnen, zoals het hoort. Daar heb je de politie achter. En zo meteen hier aan de linkerkant, zo achter die weg. Daar had je die prullenbak zitten waarin wij alles moesten afgeven. Daar kan ik even direct naar lopen, kunnen jullie het zien. En heel veel mensen zeiden toen in de comments van waarom jullie waren pussy dat jullie niet het vuurwerk gingen terughalen en zo. Het zit hier vol met camera's. Het hangt hier helemaal vol. En hier moesten we toen de auto neerzetten op dit terreintje. En dan had je daar de prullenbak, zo heel snel kijken, want er zitten heel veel camera's. Daar had je de prullenbak waarin we alles moesten gooien, dus heel veel vuurwerk. En het stond er toen nog, toen wij er nog een keer langs gingen rijden hier zo op deze weg. Maar we durfden niet aan vanwege al die camera's. Ik moet wel zeggen, vandaag is het bewolkt en ik hou echt van bewolkt weer met stoken. Want dan ervaar je dat sfeertje wat meer. Maar ja, het is nu natuurlijk nu winter, dus... Is het gelukt, Ruben? I got him! Zlotty! 100! Zlotty. Ja. Daar aan het linkerkamertje zaten wij toen. Ja, daar zo moesten we dat kamertje in toen, de vorige keer mensen. In ieder geval, dat was weer een heel karwei. Zoals jullie hebben kunnen zien, kwam die man naar de tralies toe. Dat was de man die mij toen aanhield, Ruben. Oh, nou, een aardige man. Hij was tegen mij best vriendelijk. Ja, klopt. Ik bleef een beetje op de achtergrond. Was hij altijd eens even zo, hè? Dat zag je. Ja, nee, ik bleef wel op de achtergrond, want... Ja, hij was toen echt lelijk tegen mij van ik wil je nooit meer zien en zo. Dus ik dacht van ik kan maar beter aan de zijkant blijven voordat hij zegt ja geef je SD-kaart of zo. Je weet nooit.
Maar hij vertelde toen dat je niet kan betalen bij het bureau met dat bonnetje die we hebben, die boete. Maar dat is best vreemd, want de vorige keer heb ik daar afgetikt. Dus dan zie je alweer dat het gewoon corrupt was wat we betaalden toen. En gewoon in eigen zak belanden. Dus we moesten daarnaast naar de bank met dat papiertje en daar moesten we het gaan overmaken. Nou, hadden we 100 zlotie gepind, moesten we 10 zlotie transactiekosten betalen voor het overmaken. Dat hadden we niet, dus we moesten 10 zlotie betalen, of pinnen. We gaan wel wat shoppen hier waarschijnlijk. En daarna gaan we door naar een andere markt. En dat ligt ongeveer 2 uur later, 2 uur rijden dan waar we nu zijn. Dus dat is even een tijdje rijden, maar dan hebben we wel wat. Want Ruben is daar al geweest, zei hij. En ik hoop dat wat hij heeft verteld, dat die verhalen het waar maken. Dat er mensen zijn die gewoon langere tijd stookten zonder problemen. Ja, dus. Hier is weer het begin van de markt. Ik heb hier vorige keer getankt. Ah ja, dat is een goed idee. Heb je niet die dingen bij je, die jerrycans? Nee. Zoals in die vorige bus. Nee, ik ben wat meer geld gaan verdienen met YouTube, dus ik ben niet meer zo scared. Zo. Andere mensen zijn ook aan het tanken. Hello, you're tanking? Goed. Tanking? Goed. Nou, wij gaan ook even tanken. Die man vond het niet zo leuk, natuurlijk, dat hij. Maar we staan hier even tanken. Goed, hè? Goed prijzen, hè? Ja. Goed, hè? Dus ja, we gaan even vol tanken en dan kunnen we weer tegenaan en dan gaan we naar de andere markt. Lekker goedkoop, very cheap, good for driving. Hier stond het vorige keer ook, toen was het 30 graaien. 30 graaien. We gaan even naar de pyrobunker. Daar gaan we graaien. Ook daar even graaien, mooi kaakje. De pyrobunker was ook een mooi tentje hoor. Ja? Het is weer zover, we staan voor de pyrobunker. Dat is die shop natuurlijk. En laten we maar weer even een kijkje nemen wat ze nog hebben staan. Ik zie sowieso de XXL battery, die heb ik met Ruben geschoten hier zo. Ah, het blijft sick om te zien. Deze hebben we gisteren afgestoken in de video. Even kijken, deze. De Bomba de Tiro. €85 was die, dus Ruben en zijn rookbommetjes. Ja. Nieuwe serienaam. Rookbommetjes, goedje. Ruben's rookbommetjes. Ja. Teltjes. Misschien ben ik wat onduidelijk geweest net, maar we zijn nu weer terug op de markt bij Margo natuurlijk. We zijn nog niet naar de nieuwe locatie, maar we wilden nog even langs Martin. En toch nog eventjes wat shots nemen in deze pyrobunker. Want het is natuurlijk nu later in het jaar, dus we zijn heel benieuwd of ze dan andere producten hebben of misschien wel meer. Dat is niet het geval. Ze hebben ongeveer hetzelfde. Dus het wil zeggen dat ze het hele jaar ongeveer hetzelfde hebben. Dat kan je positief zien of dat kan je negatief zien. Want hier zit dus de Pyro Bunker. Dat is ook zijn shop. En als je dan hier kijkt aan het einde van de weg zometeen. Daar ergens. Ja, daar bij Schöne Sigaret. Ik weet niet of je dat ziet. Daar zo. Daar zit die andere shop van Martin waar we dus vorige week waren in de video. Gaan we daar nog eventjes afscheid nemen. Nog even wat halen ook, wat dingen. Dat kunnen jullie later natuurlijk allemaal zien. We hebben de Shells gevonden, Ruben. Ja. Ze liggen hier in alle gradaties, kleuren. Granaatappeltjes leggen er wel tussen. Granaatappeltjes. Ja, granaatappeltjes. Oh. Ja, betrapt joh. Betrapt. Kijk wat de bloemkolen. Zo, 8 inch. Oh, die heb je ook of niet? Ja, hier heb je ook. Waar zag jij toen vuurwerk dan? Want ik heb dat niet gezien. 8 inch vuurwerk hier. Ja joh. Maar ik weet niet of ik die nog heb. Hier hebben ze nog alles. Hier hebben ze nog Little Joe, zie ik. Die touwbommetjes. Daarom weet ik bijna zeker dat in die andere locatie. Kijk dit, mensen. Daarom weet ik bijna zeker dat op die andere locatie gewoon nog alles is. Ja. Maar Hier, zwarte doos. Zat achter je. Wat een hemel hier, hè? Ja, mooi, hè? Ja, dit zijn echt de goeie. Als ik zo vrij mag zijn van de verkoper. Waar is het klein deze? Kijk hoe ze ook met dat spul omgaan hier, hè? Nu zit een grote tussen. Ja, dit is een 8 hoor, volgens mij. Zo. Zou je die meepakken? €100 of zo? 90? Ja, weet ik niet, hoe vragen. Zullen eerst kijken wat de 8 is? Ja, is goed. Voor mij is het 8. Het is gewoon 8 inch hier. Volgens mij wel. Je hebt een buis, hè, 8. Ik heb een 8 buis. Dat is geen 6. Dit is ja, dit is 8. 8 pistool. Er zit touwtje aan. Ik wil even vragen wat die gaat kosten.
Die is wel leuk om te hebben. Ik denk 95 gok ik. Nee, niet. Zo. Denk jij? 90 of 100 euro denk ik toch echt wel, hè? Check dit. Nou, pak me mee. Ja. Hij vindt het niet goed, die man, hoor. Ja. Little Joe. Can I ask something? Wat kost Wat kost deze? Wat kost mijn prijs al? 74. 74. Okay. 74. We zijn hier op een locatie. We zijn aan het kijken of er namelijk een plek is waar we eventjes kunnen stoken. Want we hebben natuurlijk best wel knalvuurwerk voor overdag. Je kan hier echt gewoon uitkijken op een groot stuk land. Ja. Waar staat het? Kut. Ja. Wat is dat? Beetje zieker. Scream. Klaar? Cool, liepen 45. Even laaien. Komt oud. We zijn nu op een ander hotel. Gaan we zo meteen even kijken hoe dat van binnen is. Maar het ziet er in ieder geval chiquer uit van buiten. Even wat dingen naar binnen leggen zodat het veilig staat. Testen doen we allemaal even in de video. Ja, eerder zou ik gewoon foto's maken per product online zetten, maar we gaan het even wat vereenvoudigen, voornamelijk voor mezelf. Links is 1,2 inch brokade pistool, die is bijna maximaal gewild, 400 zilver gram. We staan nu op de markt, in de nieuwe plek waar we zijn dus. We hebben er 2 uur voor gereden, even op de hotelkamer even wat dingen afgegeven, afgedropt. En we gaan kijken wat ze hier op de markt hebben, man. Ik ben super benieuwd. Ruben zegt dat ze heel erg streng zijn met filmen, dus ik ga gelijk al een beetje anoniem doen. Ja, dus dan staat hij zo met de camera. Ja, zo begin ik wel. Ja, weet je, vooral bij de spulletjes wat je in Europa niet mag hebben, daar zijn ze streng. Klopt. Dus ja, de spullen die inderdaad illegaal zijn hier, daar zullen ze heel erg streng op zijn dat we dat niet filmen. Installeren hem. Installeren in de baas. Check in de baas. Oh, hij rookt nog een beetje. Nee, ja, van de laatste keer of zo. Ruben steekt hem aan. Dat zijn shells, man. De camera loopt, maar ik weet niet hoe ver we het kunnen vertrouwen. We moeten even gaan, joh. Ja, we gaan er vandoor. Zo, we hebben de cakes even in de bosjes gelegd. We gaan zo meteen stoken.
Maar deze alvast even in de bosjes gelegd. Dat als we gepakt worden dit keer, dan hebben ze heel goed op een locatie neergelegd waarin ja, we hem altijd nog terug kunnen halen. Want het zijn wel cakes van een paar honderd euro, denk ik. Zo, we hebben hier een 6 inch, die gaat ook eventjes weg. Want we gaan allereerst gaan we deze doen. 8 inch, mensen. Kijk mijn hand. Kijk hoe groot die is. Jullie hebben hem al in eerdere video's kunnen zien, maar heel benieuwd naar die. Die gaat gewoon in deze buis. Een balkje. Waar we hem aan vast konden zetten. Dus don't try this at home or at all. Kom maar even erin. Kijk collega, dat hij dadelijk gaat haperen. De lont goed eruit halen. Met dubbel til, dat is één grote dikke til. Die gaan we gewoon weer in dit buisje laden. Knalt zo mee, hoppa. Erin, het voordeel is dat hij niet warm is. Nee. Dus we kunnen gewoon hem doen. Ja. Monsterblokkie. Lekker cakey, let's go! Lekker hoor. Heerlijk. Cakes jongen van Zena. Belgische cakes. Oh, die had een mooi einde. Ook nice. Woe! Lekker hoor. Alle drie terug. En de laatste Amazing Stars. Ja. Yo yo, steek maar aan joh. Waaiertje, de laatste.
Weer 3 takes, maar het is nu net begonnen met regenen. Ja, het is een beetje vervelend. Klepje staat omhoog. Ik hoop dat ik ver genoeg te vanaf sta. Ik ga hier zitten. Ja. Mag ze aansteken. Is goed, dan ben jij de cameraman. Ja. Ik loop naar voren dat ik niet meer verder kan. Moeten ze ons de beurt aanlopen? Of ik dadelijk die andere oppak hier gewoon? Want dan blijft hij droog. Ja, is goed. 2 piltjes. Ik ga weg, joh. Tum, tudum, tum, tum, tudum, tum, tum. Kijk. Zo. Even een pijltje in elkaar zetten. Ja, zo. Zo. En dan plak je die er gewoon zo omheen. Ja. En meer dan dat is het ook niet. Nee. Dan heb je een intact pijltje. Juist, de andere. Kan jij er niet, kunnen we jou er niet aan plakken? Ja, ik kan je gezicht niet plakken. Zo. Ik ben ook een beetje een Hollander, hè, dus het is eigenlijk wel meer dan voldoende. Hè, zo. Hoppakee. Hoppakee. Ga met die man aan. Kan met die man aan. Zo. En vuur hem maar. Kat 2 staat erop. Juist. Ups. Hij scheurt even de jas uit. Ja, dat was al niet zo goed. Wat een kerel, jongen. Word ik zeker de stad in deze week. Zit hier, hè? Lekker te genieten, die Ruben. Zo smerig dit, hè? Maar ja, je moet wat.